ook kijkers van Shadow Ames 23, ik ben Ronald en vandaag hebben we jullie een nieuwe episode van Ronald speelt Minecraft en vandaag gaan we hier alweer, jawel nogmaals, verder met de Tower of Power en uh, je ziet wel dat hij al aardig begint te vorderen, we hebben nu uh, de twee zijkamers klaar, we gaan denk ik vandaag de bovenverdieping helemaal klaarmaken met plafond en alles erin en dan gaan we uh, ja, de episode daarop gaan we... Dan uh, nog een verdieping bovenop maken op de middelste toren, zeg maar, want dat wordt de toren zelf. En dan gaan we beginnen met de, de ja, daken die bovenop die twee uh, zijkamers moeten komen. Dus ja, maar goed, als je niet weet waar ik het over heb, dan moet je maar gewoon de afleveringen gaan kijken. En dan zul je vanzelf gaan merken wat er over gaat. Ik heb ook nog even wat sproeshoed gekapt er moet nog even wat meer gaan groeien. Maar uh, ja, we moeten vandaag verder met de dak en zo. Dus ik neem dit mee. En wat moet, eerst moeten we even de trap gaan maken. Dat uh, gaan we eerst eens even doen. Zo. Ik heb zero clue hoeveel soy we nodig hebben, maar ik wil niet te veel maken. Dus we doen het denk ik zo. En dit is een oude techniek van mij. Is dat je eerst de stairs plaatst en dan pas de slabs die erbij horen. Dus. ja nou, Die slaps moeten op de achterkant van de trapjes. Dus ja. Want nou, dan kun je er tegenop lopen en anders niet. Dus ja, maar goed, zo. Dat is wel. Prima kunnen we later nog meer verder. Dan moeten we even het plafond gaan maken. Even kijken, dit plafond dat hadden we al bijna klaar. Oh, wacht, ik ga even slapen, want ik wil niet hebben dat er mops gaan spawnen hier. Maar ja, deze Tower of Power wordt dus echt wel een stuk groter dan die van zoals Junior. En hey, er is bomengroeid, dat is mooi. Maar, ehm. Um, uh, ja, gek. Oh, wat de fuck is dit toch steeds? Want dan moet ik helemaal omlopen en alles. Nou, daar hebben we de plaatselijke buur weer op, donderen jij. Maar, ehm. Um, ja, ik heb hier bij de Way een kleine doorgang gemaakt. Dat ik tenminste uh, fatsoenlijk hier kan lopen. Oké, okay, goed wel. Uh, ja, plafond. Daar bouw ik mee aan het werk. Oké. Okay. Goed dan wel. Ik kan echt niet wachten tot dit ding helemaal functioneel is. Want nou ja, dan kunnen we andere dingen gaan doen. Zoals bijvoorbeeld paarden gaan krijgen. Padenstal gaan bouwen. Dus uh, ja, misschien, misschien is het wel leuk als we voor de paardenstal die boven gaan maken. Alleen dan moeten we wel eenmaal zo'n weg naar beneden maken. Voor die stomme scheidknol die dan uh, ja, bij mij gaat horen. Even kijken zo. Ah, kijk, er is al net al wat gegroeid. Dat is. Lovely, even kijken zo. zo. Want, nou ja, als je in de buurt bent, dan uh, groeit je uh, crops, dus uh, weed en zo, dat groeit dan. Maar als je de chunk niet hebt geladen, een chunk is 16 bij 16 blokjes. Bijvoorbeeld, ik kan mijn boothouse nu niet zien, dus uh, als daar bijvoorbeeld een farmpje is, dan, dan groeit dat niet, omdat die chunk niet is geladen in Minecraft. Dus ja, maar goed, ik moet nog even wat meer Soul gaan halen, want nou, dan moet nog een rij naast. Dus ja, mijn doel is vandaag om praktisch de toren operationeel te krijgen. Zodat ik in ieder geval al uh, wat uh, ja, potions kan gaan brewen binnenkort. Dus ja, ik probeer zoveel mogelijk dingen klaar te krijgen voor uh, eventueel de Widder of de Ender Dragon. Want nou ja, ik wil die twee echt dood gaan maken. En uh, ik moet de Witherboss twee keer doodmaken. Dus dat betekent dat ik in totaal zes Nether Skulls nodig heb. Maar ja, ik heb wel eerst een volledige functionele Tower of Power nodig. Met, uh, nou ja, ik heb potions nodig. En ik moet naar een uh, nieuw Nether Fortress. Want ik heb volgens mij in de Nether Fortress wat ik nu heb nog geen enkele um, Wither Skeleton gevonden. Dus daar moet ik achteraan. Ik moet, laten we het zo zeggen, nog fucking veel doen. Goed, maar in ieder geval we gaan dus gewoon maar eens even verder met het dak en zo. Oké, okay, zo, dan moeten we even allemaal in spruce maken. Anders halen wij het niet. Even kijken, zo. Nou, we krijgen in ieder geval wel veel klaar in de episodes. Dus ik hoop dat ik het bij part 10 van het Tower of Power, dat we dan in principe helemaal klaar zijn en dat we wat anders kunnen doen. Daarmee bedoel ik ook dat we meer waren ingericht en uh, um, ja, dat alles functioneel is. Oké, okay, zo. Maar goed, hier zit dus al een tak op. Oh, wacht, ik moet nog de ramen meenemen. Oké, okay, dan. Um, uh, zo. En zo. En dan moest deze ook nog weg. Ja, oké. Okay. Oké, okay dan. Zo, het net -word Kreeg ik nou ook mooi licht. Holy cut. Kijk, dat is dus het, 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 het nadeel. Oh, by the way jongens, ik heb nog een extra rand met netherbreak hieronder gedaan. Omdat ik dat uh, glas anders wou hebben. En jij meneer met de power. What the fuck, waarom doe je zoveel damage? Sterfdemon. Oké, okay, nou bones, dat is handig. Holy cut, ik haat jou op, op bokken, meneer heeft vriendjes meegenomen, lekker dan op bokken ik snel even eten, ik weet niet waarom niet de poes hongerig honger is vandaag, maar het zit mij voor geen centimeter goed wel, ik moet ook nieuw zwaard hebben en alles, oh my god, nou level 10 in ieder geval dat is uh, goed even kijken, zo maar het is dus een hele grote tower, ik heb nog nooit zo groot gebouwd, dus ja en uh... oh ja by the way, ik wil ook nog even verder met het uh, balkon wat hier moet komen, ik weet niet wanneer we dat gaan doen, dat uh, gaan we misschien vandaag in ieder geval doen, who knows ik wil sowieso eerst eens even uh, dit boven afmaken. Hier zo. Ja, dit. Is dit al klaar? Ja, dat is klaar. Is dit klaar? Dat is ook klaar. Goed, dan kunnen we het plafond hier al in gaan zetten. Nou, dan hebben we in ieder geval al een dak boven ons hoofd op de tweede verdieping. En dat is uh, wel pretty, pretty nice. Oh, maar dit is weer voet gaan kappen. Nee! Als ik een tekort aan sproesvoet ga hebben, ga ik reachen. Ja, dat ga ik doen. Oh my god, het ziet er wel naar uit. Uh, nog 28. Oké, dat is echt niet pluis. Even kijken. Uh, duk, 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 duk. Geweldig. Dat duurt allemaal weer zo lang. Hè? Oh my god. Nou ja, we gaan het best eraf maken. En anders gaan we gewoon verder met het balkon. Of gaan we de ramen erin zetten. Maar ik moet dus nog glas koken. En daarvoor moet ik helemaal naar huis. Want ik heb hier geen glas. Dus ja, maar goed, eens even kijken. Oké. Okay. Ik zit echt te popelen om dit ding gewoon volledig operationeel te zien. Echt, het lijkt me zo cool. Even kijken. Goed, nou ja, dat uh, was dus uh, het hout. Nou, dan gaan we maar verder met uh, het uh, balkon, hè? Oh my god. Maar wat zullen we dat gaan doen? We kunnen slabs maken met van die sterren of zo. Dat kunnen we doen, denk ik, ja. Dat is wel een uh, cool design. Doen we dat even kijken. Goed, we eerst even slabs maken natuurlijk. Eerst hebben we sters nodig. Hoeveel sters hebben we nodig? Nou, ik denk een stuk of acht of zo. Ja, oké. Vier is te weinig. Even kijken. Dan moeten we... Ja, wat moeten we er nog meer hebben? slaps slaps Zo, oké. Nou ja, 4x6, dat is 24 natuurlijk. Dus dit is wel genoeg. Hoop ik. Ik weet het niet. Zo, zo, zo. Bingo. Mooi. Dat is in ieder geval weer een boom. Ik had zoiets van, what the fuck? Wat doet dit nou weer hier? Maar goed, we hebben dus een boompje hier. Dat is mooi. Kijk, dit geeft echt enorm veel woed. Heel mooi, heel mooi, heel mooi. Alleen ga je wel in de weg zitten, dus opbokken. Oké, okay. goed. Hoe breed wil ik dit, 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 dit? even kijken? Ik denk dat ik hem um, tot uh, zoiets als dit wil hebben. Ik kan hem ook helemaal hier laten langs gaan. Alleen dat lijkt mij een beetje lelijk met dat uh, raam daarboven. Dus, maar dit lijkt mij een beetje goofy. Dus misschien kunnen we hem helemaal zo rond laten lopen, zo zal cool zijn. Um... eigenlijk laten we het gewoon eens proberen. hebben we wel enorm enorm veel stairs nodig. of, of wil ik het wel met stairs. ik wil het dan een afstandje zien. Ik moet, ik moet in die boom hier zo. een trappetje maken zo. oké, okay, zo. Oké, okay, ik dacht even dat ik donder eruit. Oké, okay, we kunnen hier nog ook op. Oké, okay, wel, dus ik denk dat we misschien het beste die stairs daar langs kunnen laten gaan. En gewoon helemaal zo rondom kunnen doen. Daar we rondom de touw kunnen lopen. Daar we dat ook op de verdieping daarboven kunnen doen. Tenminste, oh nee, daar, hier komt geen verdieping meer bovenop. Hier komt zo'n puntdak zo. En hier komt de puntdak naar de tweede toren. En die wordt nog twee verdiepingen hoger. Dus ja. En dan, dan hebben we in principe de touw of pauw wel, uh, wel af, denk ik. Alleen. Ik moet dus gaan kijken hoe we... Ah ja, fuck het, we doen het gewoon. We gaan gewoon met de... Uh... Ja, wil, wil ik sterren daarvoor gebruiken? Er komt glowstone in voor het effect, dus... Nee, we gaan geen sterren daarvoor gebruiken. Want dat lijkt mij een beetje te goofy en te... Ja, te overdreven weer, want dan wordt het een te, te ingewikkeld perspectief, zoals wij dat noemen hier. Dus wat ik daar gewoon ga doen is dan... Uh... Maak ik gewoon zo en... Uh... Ja, zo denk ik dan. En dat wordt dan drie breed. Met het uh, fence. Wat er dan overheen ligt. En dat kunnen we dan wel met uh, uh, stairs doen. Dus dat is wel cool, denk ik. En we gaan het van bovenaf doen. Want van onderaf heeft het geen zin. Even kijken. jou heb ik niet nodig. Ik wil daar mijn eten hebben. Want ik ben het helemaal sad om steeds dat eten te pakken. Oké, okay, zo. Nom, 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 nom. Oké. Okay. Dan uh, wordt dit het balkon. Thingy me jiggy Mobbers. Even kijken zo. Zal ik het noemen? De thingie met Jiggy, maar Barbara. Misschien niet hoe ik het beschrijf, maar dat zien we wel. En het is wel cool, want nou, nu kan ik uh, naar mijn Netherworld kijken. Dus uh, ja, kijken of het al is gegroeid. Even kijken. Zo. Oké. Okay. En dan. Uh, nee, dat is te laag. Ik de tering. Ik moest eigenlijk niet zo gaan schelden, maar. Kom maar. Oké. Okay. Oké. Okay. Goed. Gaan we naar boven toe. En ik ga je bij de way ook een iron golem neerplaatsen. Omdat het gewoon cool is. Even kijken. En ja, dit mag nog wel een breder. Hup. 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 Zo. So, bij de way jongens, als jullie een onderwerp hebben waar uh, ik over moet praten in deze video's. Waarin ik aan het touwen of bouwen ga bouwen. Laat het even achter in de comments. En uh, ja, of als jullie gewoon vragen hebben naar mij dan. Uh. Kun je die stellen? En dan ga ik die hoogstwaarschijnlijk wel even beantwoorden. Uh, oh my god. Um, dit is drie breed. Wil ik, ik wil niet dat het drie breed wordt. Verdorie. We um. Moet het niet terug dus. Alleen ik weet niet echt waar. Ja, hier. Als we het hier dan zo terug laten gaan zo. Laten we dit hier terugtrekken naar 1. Oké, okay, want het loopt dan dus. Ja, oké, okay, dat is goed. Dus bij die inhalen en dan die daar oké. Okay. Die inhalen en dan hier oké. Okay. Ja. Ja, ja. Ja, is dit goed? Dan hebben we hier die. Ja, dat is prima. Oké. Okay. Zo. Die weg. Die weg. Die weg. Kijk, en dan is het weer, weer prima. Oké. Okay. Oh my god, het is alweer op. Waar laat ik al die rotzooi. Echt, hè? Even kijken. Heb ik nog meer? Uiteraard heb ik nog meer. Drie sterk zelfs nog. Zo, weer een stekje meenemen. Ik brand er wel doorheen, dat moet ik wel toegeven. Dat vind ik wel een beetje kut. Nou ja, zo. En ik kan er altijd nog breder maken daar als ik dat wil. Maar dat uh, doe ik denk ik niet. Het is ook zo moeilijk om de lijntjes te zien met dit donkere grut. Even kijken, zo. lijkt wel teer waar ik mee zit te bouwen. Oké. Okay. Eh. Uh... Ik maak alleen het looppad. Hè. Het wordt denk ik nog een breder voor het... Uh, uh, hoe noemen we dat? Het... Uh, het fence. Wil ik het zo hebben? Met die hoek erin. Ja, het, het, het moet wel zo. Het kan niet anders. Anders wordt het te, 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 te ilig. Dan moet ik... Dan wordt het zoiets als, als dit. En dan. Ah, dat is wel mooi, denk ik. Dan wordt het fence met zo'n hoek uh, erin. Dat lijkt me wel cool. Oké, okay, zo. So, en hier kunnen we dan op de warme. Uh, ja, zomeravonden gaan zitten of zoiets. Uh, ja, zo denk ik dan. En dan komt het. Ja, hoe willen we dit doen? Zo. So, Wie fence, tuk, tuk, tuk. Of wil ik het tuk? Wil ik het tuk of wil ik het tuk? Ja, inderdaad. Um, het loopt hier langs. En dan gaat het zo. En dan daar vast. Nou, eh. Uh, nee, wil ik niet. Nee, wil ik niet. Zo, zo, zo. Zo. Hup, 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 hup. Nee. Zo, oké. Okay. Naar binnen. duk, duk. Ik ga even snurken. Oké, okay, en nou dan gaan we zo meteen nog maar eens even uh, de fences en zo allemaal doen. Tenminste, als ik er nog genoeg nettebreak voor heb. Huu, ik denk dat ik in de volgende episode alweer moet gaan minen. Oké, okay, wel. Nou, dan moet de hele andere kant nog gedaan worden. Even kijken zo. We gaan nog even meer meenemen. Huppakee. Dat we ook nog meteen een andere rotsen waar we nodig hebben. Nou, hier hebben we wel een stack voor nodig ofzo. Oké, okay, zo wordt het een beetje ongemakkelijke stilte net. Maar, oh, dat gaan we niet doen. Ik heb wat twee stacks met fans ofzo. Oké, okay, maken we dat mooi op. Fans, 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 fans. Een stack met fans, oké. Okay. Goed. Wel, uh, geen idee of ik die slaaps bij me heb. Maar oké, okay, dat is eigenlijk een beetje onnodig. Goed, nu moeten we de hele andere kant langs. Oké. Okay. 1, 2, 1, 2. Ja, oké. Okay. Ehm. Um... Zo, oké. Okay, helemaal mooi, helemaal goed. Splendid. Even kijken. Ja, met dat hoekdesigner dan in. Kijk, en hier kan ik dan uh, ja, glas doen kan ik naar binnen kijken. Dat is wel een uh, cool design, denk ik. Even kijken zo. En dit wil ik dan niet. Dit gaat me net wat te ver. Even kijken. Of gaat het mij te ver? Zo, ja, oké. Okay. Ik wil net zeggen, wat één maar. Oké, okay. nou, we zijn hier in ieder geval al. Heb ik genoeg? Ja, ik heb genoeg, oké. Okay. Goed, nou komt het, 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 het grootste ding. Dan moeten we al dit. Ja. Moeten we eromheen gaan plaatsen? Ik zal het een beetje laten zien aan jullie, zodat jullie het design uh, leren kennen van mij. Kijk, en wat we hier kunnen doen is. Ja, zo'n hoekster. Ah, dat is mooi. En dan moet dit ook zo'n hoek worden. Ja, oké. Okay, prachtig, prachtig. En dan moet het design zo doorgaan. En zo rolt het treintje verder. Kijk, dit is een kunst op zich om dit symmetrisch te doen. Want het moet zo. Dan moet het weer zo. En dan moet het weer uh, zo. En dan moet ik niet vallen. En dan moet het weer zo. Dit is echt heel moeilijk richten. Dat dit goed gaat, is echt een kunst. Oké, okay, zo. Oké okay dan. Eh. Um, Waarom is dit nog van stone? Dit hoort al lang van netherbrick te zijn. Oké, okay, uh, dicht. Kijk, nu op de tricky part. Wat nou moet ik denk ik. Kijk, nog de Piper de toetsenbod voor mij nog. Echt zo'n kudding, laten we even kijken zo. Oké, okay, zo, zo, zo. En dan maken we even de ja, bouwstellen. Even verder, om het even mooi van Duits te zeggen. En dan gaan we hier langs. Kijk, en nou wordt het een, een, een ja, stuk meer torenachtig. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. Goed, ik zal jullie nog even laten zien hier. Want ik krijg veel vragen, ook bij mijn Minecraft server: van hoe heb je de design van die spawn gemaakt? Want de spawn is net zoiets als dit: zeg maar, in daarvan: uh, stonebrick en van uh, logs, Dus ja. Maar zo doe ik het dus. En die moet ik allemaal wegmijnen nog, maar dat doe ik allemaal off camera. Maar goed, uh, zo. Ik heb niet meer van die rotzooi, dus uh, ik moet daarmee. Uh, later maar mee verder. Ik zal vast nog even wat fans plaatsen. En uh, dan kunnen we even het uh, design gaan bekijken. Ik ga binnenkort ook maar eens achter Glowstone aan, want dat moet ook nog helemaal gaan gebeuren. En helemaal bam en zo. Dus ja. Kijk zo. Kijk dan. Kijk, dan komt dit design zo, maar je kunt er nog wat langs lopen. Dus ja. En als het goed is, is dit symmetrisch. Dat zal ik later wel eens bekijken. Maar uh, ja, zo heb je het dus helemaal. Nou, dan moet ik nog eens even kijken. En uh, ik kan er hier niet uit, maar uh, ik zal eens even gaan kijken hoe het design is. Nee, ja, oké, okay, dat kan ik hier wel even doen. Zo. Zie je hoe het design wordt? Dat wordt best wel uh, OP chill. Zie je? Kijk. Nou, ik vind het in ieder geval supercool. Maar goed, jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Ik ga het hierbij laten. Ik ga even off-camera. Ga ik denk ik helemaal rondom doen. Want nou, jullie hebben het uh, boodschapje wel bekregen. Uh, denk ik. Misschien ga ik uh, dat hier boven mijn hoofd ook nog met zo'n zigzag design maken. Maar goed, jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Even lekker sticky eten. Ik ga jullie vragen om even te abonneren. Even te liken. Even uh, mij te volgen op Twitter: ShadowGames320. Laat even een leuke reactie achter met waar ik in de volgende episode over moet kletsen. En uh, wel, dan uh, zie ik jullie later. Dus ja. Laat mensen... Op.